De wegstrekking tussen Jenny Heenaar en enkele binnenwegen in Wageningen worden gerehabiliteerd door de aannemingsmaatschappij bij Tally NV. Dit project wordt in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitgevoerd. Het was noodzakelijk omdat wij het belangrijk vinden dat we de gemeenschap zoveel en zo goed als mogelijk informeren over de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot dit project. Dus zo hebben we ze een presentatie kunnen geven over hoe het ontwerp eruit ziet, waar er rekening mee is gehouden, wat de projectonderdelen zijn. Zoals afwatering, de afwateringsaspecten die verbonden zijn in het project en de asfaltering zelf. De ontwerpbreedtes hebben we ook gedeeld. De weg is nu bijvoorbeeld 5 meter en op sommige plekken gaat die weg bijna 7 meter breed zijn. In de bebouwde kom, het dicht bebouwd gedeelte, bewoond gedeelte, gaat de weg zelfs 9 meter worden. Waarbij we dus gescheiden fietspaden zullen aanleggen, ook in een andere kleur. Om dit verkeer beter zichtbaar te maken, ook beter te beschermen. En dat fietsers beter gebruik kunnen maken van de weg. De Oost-West-verbinding is een belangrijke economische ader voor onze economie. Die interactie vond ik zelf heel erg nuttig. Ik ben heel erg tevreden met het verloop van de vergadering. Mijn technische staf is ook ingekomen met informatie, zodat de mensen zo goed als mogelijk geïnformeerd zijn over het project dat de komende 24 maanden uitgevoerd zal worden. En dat ze toch een onderdeel zijn van het project. Want het project zal ook met wat ongemak gepaard gaan. Gedeelten zullen voor één gedeelte afgesloten worden wanneer de aannemer bezig is met de werkzaamheden. Soms zullen dingen langzamer eruit zien dan dat ze gaan of dan ze moeten gaan. Bijvoorbeeld als we met de fundering bezig zijn, wil men graag heel gauw asfalt zien. Maar dat heeft tijd nodig. Je moet verdichtingsgraden halen. Je moet werken aan dat er een goede fundering ligt aan de weg. Want deze investering doen we ook voor de komende 25 jaar. Dus het moet goed uitgevoerd worden en we hebben de medewerking van de gemeenschap zeker ook nodig. De weg zal volgens internationale standaarden worden gerehabiliteerd. Het gaat om 79 kilometer weg die in slechte staat verkeert. Ik wil ook benadrukken dat de lokale ondernemers ook de gelegenheid zullen krijgen om hun diensten te verlenen aan dit project. Ik heb het dan niet alleen maar over truckchauffeurs die kunnen werken en graag machineoperators, maar ook andere mensen in de gemeenschap die diensten aan te bieden hebben, zullen aan bod komen. De aannemer is gecommitteerd om de lokale gemeenschappen van Koroni en Ikeri zoveel als mogelijk te betrekken in de uitvoering van dit project. En daar gaan we ook op toezien dat die ondersteuning naar de gemeenschap zelf komt. De aannemer heeft aan de regering een aantal projecten toegezegd voor eigen rekening. En dat zal ook een soort van teruggave aan de maatschappij zijn, good corporate governance, dat de aannemer een paar projecten gaat uitvoeren op eigen kosten en die zal schenken aan de gemeenschap. Volgens minister Patrick Pengel van OWTNC is een goede infrastructuur de basis voor ontwikkeling. Ook de inwoners van Wageningen zijn blij met de ontwikkelingen. Sectie 1 is op dit moment een weg dat eigenlijk 6,2 meter breed is. We zullen de wegbreedte daar verruimen naar de internationale standaarden van minimaal 7,4 meter. Dus de weg wordt breder. We krijgen een dubbele asbeleiding en daarna ook nog kantbeleiding aan de weg, zodat het voor de weggebruikers in de avonturen een betere zicht geeft. Verder zullen we dan over sectie 1, dat is de totale sectie 1, tussen Jenny en Ingi Kondre, zullen we de totale ontwatering van het gebied ter hand nemen. Er zullen nieuwe duikers gelegd worden, de diameter van de duikers zal verruimd worden en waar nodig zullen we extra duikers leggen. Bij de vragenronde is ook duidelijk geworden dat de bevolking in feite een heleboel opties heeft en heeft aandacht gevraagd voor de ontwatering van het gebied.
Want dat gedeelte loopt bij de grote regenperiode onder water. Sectie 2 zullen we dus daar, is dat bewoond gedeelte eigenlijk. Daar zullen we de weg verbreden naar 9 meter breed. Waarbij dus los van je rijwielpad voor auto's, maar ook aan weerszijden van de weg, fietspaden zullen worden aangelegd. Ik denk aan fietspaden die we dus hebben gezien in Komowena, tussen Tamasari en Tamaritje. Dus in die type rode verharding. En de weg wordt dus 9 meter breed. Dat is tussen Ingikondre en Burnside. Sectie 5 is tussen Wageningen en Henaar. Dat is dus eigenlijk in Nikeri zelf. Afslag Wageningen, wanneer we rijden naar Nikeri, dat is, als ik me niet vergis, kilometer 188. Vanaf daar 21 kilometer tot de brug Henaar. De nieuwe verbindingsweg tussen de JF Kennedy en Afobakkaweg is heel belangrijk. Kishen Narayan, projectengineer van ACE Consultancy, die dit project in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitvoert, geeft een update van het project. Dit project is namelijk het Dalian 4 project, waar lot A, waar dit highway project onder valt. Het is het highway tussen de Afobakkaweg en de JF Kennedy Highway. Het is ongeveer 9,5 kilometer lang. We krijgen hier twee banen, vier rijstroken. Ongeveer totale weggebiedbreedte ligt bij de 35 meter. We hebben heel wat kunstwerken. Er komen heel wat duikers in de weg. We hebben ook een brug over de Para Creek, Para Rivier. En waar we nu zijn met werkzaamheden, we hebben ongeveer 80% van het fundering van de weg tot de zandlaag al in liggen. Men is nu bezig dus de duikerwerken allemaal uit te voeren. Er zijn verschillende type duikers, zoals we hier achterin zien. Zijn ze bezig met een van de duikers. Je hebt vleugelwanden, de duikers zelf, funderingen. En daar is men nu allemaal mee bezig. De werkzaamheden verlopen vlot. Voor nu kan gezegd worden dat alles volgens schema verloopt. Het werk is gestart in november 2017 en we zitten nu tegen 2019 en we hebben tot november 2020 om dus het hele project af te ronden. Dat is compleet dus met asfalt en alle kunstwerken, de bruggen en de duikers. We gaan voornamelijk ook door swampgebieden en die hebben hun eigen uitdagingen. Je kan er niet altijd werken, vooral als het regen heb je heel wat water. Dus je moet goed inplengen wanneer je die delen gaat aanpakken. En we hebben dus lage delen die we moeten opvullen en de hoge delen die we moeten halen om dus zo goed mogelijk wegprofiel te krijgen. En die werken hebben we dus zo goed als mogelijk al gedaan. We zitten nu ongeveer 80% van de funderingslagen tot de zandlaag die zijn al ingebracht. Wat er nu gaat gebeuren voornamelijk is het afmaken van het weglichaam tot de zandlaag. Daarna krijgen we een funderingslaag van gestabiliseerd materiaal. En daarboven nog basecourse, daarboven nog twee lagen asfalt. En dan hebben we nog de weginrichting, de asfalteren, werkzaamheden. En tot november 2020 zal het wel af zijn. Landelijk worden er meer projecten uitgevoerd. Het gaat onder andere om het rehabiliteren van wegen, maar ook het aanleggen van nieuwe wegen. Kishen Narayan geeft aan hoe belangrijk de komst van deze nieuwe verbindingsweg is. Deze weg is heel erg belangrijk voor de verbinding tussen Paramaribo en Sanderij. Wat er nu is, we hebben alleen de Indira Gandhi weg, die duurt ons ongeveer anderhalf tot twee uurtjes om Sanderij te bereiken. En je wil die weg zo kort mogelijk maken, kort mogelijk in tijd. De bedoeling is dat je dan via Paramaribo richting Sanderij binnen een uurtje tot een half uurtje kan bereiken. En dit is dan een onderdeel daarvan. En een verlengde hiervan is men ook al bezig om dus de bestaande highway aan te pakken. Die werkzaamheden hebben we misschien al gezien. En uiteindelijk moet dus dit een alternatieve route zijn om veilig en sneller Sanderij te bereiken. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is in diverse gebieden bezig met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Het ministerie is momenteel bezig met het ophalen van lozingen in Paramaribo Noord. Minister Patrick Pengel heeft samen met een team van deskundigen van het ministerie een bezoek gebracht aan de verschillende werkzaamheden.
Op enkele locaties zelf georiënteerd, los van de rapportages die ik regulier kreeg. En onze oriëntatie gefocust in Paramaribo. En op verschillende locaties hebben we gaan kijken naar werkzaamheden die gaande zijn, maar ook naar het effect van de werkzaamheden die we regulier hebben uitgevoerd. En met name vandaag zijn we meer gaan kijken naar de effecten van de werkzaamheden aan de primaire kanalen die in de droge tijd zijn uitgevoerd. En om te kijken waar er nog een schepje bovenop moet. Dus in Paramaribo Noord zijn we geweest. En ook op andere locaties waar er regelmatig wateroverlast is. En er is wat vooruitgang geboekt. Omdat we hebben gezien dat op een aantal plekken het water niet lang is blijven staan. Maar nogmaals hebben we bevestigd gekregen dat op sommige plekken. En dat hebben we ook in de begroting opgenomen voor volgend jaar. Dat er op sommige plekken echt mechanische pompcapaciteit erbij moet. En we gaan volgend jaar gaan we dus beginnen met de citrusplantage in Klevia. En wat andere infrastructurele werken om Paramaribo Noord veel sneller te ontdoen van overtollig water tijdens grote regenbuien. Wat betreft Paramaribo en omstreken gaan we gewoon door met de ontwateringswerkzaamheden. Onderhoud van de primaire kanalen, secundaire kanalen. Dus die activiteiten zal de samenleving gewoon blijven merken dat er steeds machines zijn in verschillende buurten. Om de kanalen op te halen, zowel in de regentijd als in de droge tijd. We hebben een inhaalslag gemaakt dit jaar, wat het inlopen van de achterstand betreft. Daar ben ik wel tevreden over. Maar ik zou gewoon altijd kritisch blijven dat we deze achterstanden niet meer oplopen. En dat de kanalen op tijd opgehaald worden. De wegenautoriteit is ook bezig met hun gedeelte bermonderhoud. Dat is gelukkig weer opgepakt. Dus hopelijk zullen de aannemers die verbonden zijn aan de wegenautoriteit ook hun bijdrage leveren om daar de achterstand in te lopen. Ook de infrastructuur bij de vuilstortplaats Ornamibo is volledig aangepakt. De dumpplekken zijn goed bereikbaar. De wegen zijn opnieuw aangebracht. We zijn ook gaan kijken op Ornamibo en daar heeft de afdeling civiel technische werken de infrastructuur helemaal hersteld. De wegen zijn opnieuw aangebracht, opnieuw belegd. Dat hebben we sinds de calamiteit op de vuilstortplaats hebben we daar met man en macht aan gewerkt om materiaal aan te schaffen en aan te brengen. Dus laten we zeggen, wat betreft de infrastructuur, de dumpplekken zijn heel goed bereikbaar en dat zorgt voor een betere verwerking van het huisvuil. Wat we nog heel erg missen is verlichting. Maar we hebben wel de toezegging van EWS dat de verlichting opnieuw geplaatst zou worden. Zodat er ook s'avonds, want vuil ophalen gebeurt s'avonds, dat er ook s'avonds op een goede manier vuil gedumpt en verwerkt kan worden. En de overige districten zijn de werkzaamheden van ons ministerie in volle gang. Ik kan specifiek noemen, in Para is de aannemer 3 weken geleden reeds begonnen met het ophalen van kilometers aan lozingen. Verder zullen ook zandwegen gerehabiliteerd worden in een onderhoudscontract die we met de aannemer hebben voor de komende 2 jaren. Dus tot en met eind 2020 zal het gedeelte van het ophalen van lozingen, het onderhouden van deze kanalen, het rehabiliteren van wegen en het onderhoud van deze, dat zijn ook tientallen kilometers, ze hebben we uitbesteed aan de aannemer, zodat dit op reguliere basis plaatsvindt. En daar gaan de werkzaamheden heel erg goed. In Kommerwijnen en in Marrewijnen zullen we conform hetzelfde model werken om gewoon één vaste aannemer aan te trekken voor rehabilitatie en onderhoudswerkzaamheden voor een vaste periode. De overheid komt in met brandstof en de aannemer komt in met equipment en personeel. Wij doen de supervisie, er is een bestek zodat we erop toe kunnen zien dat de werkzaamheden conform het bestek plaatsvinden.